mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en ik kijk uit naar Luigi's Mansion 3. Ja, ik ga Luigi's Mansion 3 maar gewoon deze serie bespreken, aangezien ik geen idee heb of ik er nog een hele grote video over ga maken. Dus we doen het gewoon even lekker zo in een kleine ik kijk uit naar. En even tussendoor, dit is een random nieuwsvideo opeens. Luigi's Mansion 3 heeft eindelijk een release date gekregen, namelijk op 31 oktober. Halloween. Dat is fucking grappig. Ik bedoel, iedereen dacht al dat dit de Halloween game zou zijn van Nintendo, dat die sowieso oktober zou moeten uitkomen. Maar Nintendo neemt dat heel serieus. Echt heel erg letterlijk. Ze doen hem letterlijk op Halloween uitbrengen. En dat is grappig. Enige probleem is, dan zou je het meeste deel van de game niet in oktober, de enge maand, spelen, maar juist in november. Maar hey, het geeft mij een excuus om Luigi's Mansion 2 in oktober tijdens Spooktober te spelen, in plaats van Luigi's Mansion 3. Dus volgend jaar met Spooktober krijg je een Luigi's Mansion 3 game serie van mij. Niet dit jaar, no way. Maar waarom kijk ik uit naar Luigi's Mansion? Nou, is Luigi's Mansion op de Switch. Dat is cool. Kijk, ik ben een best wel groot fan van Luigi, als je dat nog niet door had. Hij is gewoon altijd cool. Ik bedoel, hij is een fucking loser, maar hij is wel cool. En hij heeft zijn eigen games. Ik vond dat altijd leuk. Luigi die zijn eigen games heeft. En het is een spokerige game. Een beetje spooky. Ik vind spooky wel leuk. Het is gewoon Luigi die helemaal alleen door spookhuizen heen gaat. Spoken opzuigt met zijn poltergast alsof hij een of andere ghostbuster is. En dat is het. En de gameplay is heel erg satisfying. Want het mooie, wat ik leuk vind aan Luigi's Mansion, is dat je gewoon heel veel geld verdient. Je zuigt spook op, je verdient geld en je gaat zo lekker verder. En in de eerste game, die is vooral heel erg leuk, is het gewoon wat meer open en doe je eigenlijk gewoon een beetje wat je wil. Er is wel een lineair pad wat je doet. Alleen, het is toch een soort van open. Je doet het op je eigen tempo, doe je het hele huis exploren. In de tweede game was het echt heel erg lineair, was elk level gewoon echt letterlijk een level. En weet je, de hele tijd teruggebracht naar E-Gets, een hele laboratorium. Dat vonden mensen niet leuk. Ik heb er nooit echt een probleem mee gehad, aangezien Luigi's Mansion 2 mijn eerste, mijn allereerste indruk van de serie was. Dat was de eerste game in de serie die ik had gespeeld op een paar keer Luigi's Mansion bij een vriend op zijn GameCube spelen. Na Luigi's Mansion 2 was mijn eerste Luigi's Mansion game, dus ik heb daar nooit echt een probleem mee gehad. Maar ik ben wel heel erg blij dat met Luigi's Mansion 3 het eigenlijk een hele mooie mix is van 1 en 2. Je hebt de wat meer cartoony visuals en het wat meer lighthearted story gebeuren van Luigi's Mansion 2. En dan heb je ook het meer atmosferische en de wat meer opere exploration van Luigi's Mansion 1. Want je moet in deze game zit je in een hotel. En dan ga je knoppen van de lift moet je opzoeken. En dan vervolgens moet je dus van etage naar etage reizen. Helemaal naar boven. Dus je werkt echt helemaal je weg naar boven. Wat echt heel erg cool is. Want hoe verder je boven komt, hoe spookier het eigenlijk zal worden. En dan moet je gewoon met spoken vechten. En weer een knopje van de lift vinden. En dan weer verder. Dus elke etage klinkt heel lineair, maar elke etage is best wel groot. En die kan je dus op je eigen tempo exploren. En je kan natuurlijk ook teruggaan naar een oud etage. Waarschijnlijk, ik weet niet hoe dat gaat zitten, want je hebt een heleboel power-ups. Maar waarschijnlijk krijg je elke etage, wat ik me zou indenken, hoe ik het zou doen. Elke etage krijg je een nieuwe power-up. Dan kan je weer terug naar een andere etage. Dan kan je weer iets aan een power-up gebruiken om weer verder te gaan. Een ander aspect. Dus in ieder geval, Luigi's Mansion 3 lijkt heel erg leuk te zijn. Het lijkt een goede mix te zijn tussen 1 en 2. En het verhaal van Luigi's Mansion, van Luigi's Mansion 3, is ook heel erg leuk. Het doet wat meer dan wat Nintendo games normaal doen. Normaal is het altijd met een Mario game. Deze persoon is gekidnapt en je moet hem redden. En dat is praktisch gezien nu ook met Luigi's Mansion 3. Alleen ze doen het wat meer uitbreiden. Ze doen het wat leuker maken. Je krijgt een hele cutscene met dat Luigi en zijn familie Mario en Peach gewoon gezellig naar het hotel gaat. Gaan ze vakantie vieren. De polterpap van Luigi's Mansion 2 is nu ook gewoon Luigi's hond. Wat fucking grappig is. Die gaat ook lekker mee. Luigi gaat gewoon lekker chill vakantie vieren. En opeens boom, alles gaat fout en iedereen gaat dood.
en ga ze maar redden. Het is superleuk, het doet wat meer, weet je wel. Het doet veel meer dan wat het eigenlijk had hoeven te doen, weet je wel. In Luigi's Mansion 1 was het gewoon, ja, het was de eerste game in de serie, dus het verhaal hoefde niet zo heel erg gecompliceerd te zijn. Het was gewoon letterlijk van, je komt aan, gaat naar binnen, je ontmoet Igat, je krijgt je Poltergeist, bam, ga maar spoken vangen. In de tweede game was het ook wel een soort van wat diepere setup. Het was een beetje mysterieus met de hele King Boo die dan de maan weer ging stelen. Of ik heb de game al zo lang niet meer gespeeld. Die de maan kapot maakte. En dan vervolgens Igat die helemaal Luigi door de tv heen roept en zo. Maar ook in die game is het heel erg snel. Je komt in mansion, je pakt je Poltergeist en je gaat spelen, weet je wel. En in deze game lijkt het veel meer echt met verhaal te zijn. Ook vooral omdat er spoken in de game zitten. Die echte personages zijn. In de eerste game had je dingen genaamd Portrait Ghost. Die zijn weggehaald in Luigi's Mansion 2. Wat een heleboel mensen niet leuk vonden in Luigi's Mansion 2. Maar Portrait Ghost, dat zijn van die ghosten die uit, portretten komen. Vandaar Portrait Ghost. En die zijn allemaal heel erg uniek en hebben een beetje een eigen personage. Je moet je dat bedenken, maar dan in Luigi's Mansion 3... Echt keer 10. Echt gewoon full-on personages spoken. Je hebt bijvoorbeeld een of andere ridder spook. Die, natuurlijk een beetje... Oh, ik ben een ridder. Ik ben echt een sir. Bla bla bla. En dan heb je ook een politieman. En natuurlijk gaat hij weer lekker donuts eten. Dat gaat sowieso gebeuren. Politieman spook. En volgens mij was het ook nog een kunstenaar. Of was dat in het... Nee. In ieder geval, er zijn heleboel spookpersonages die gewoon heel erg uniek zijn. En dat is gewoon leuk, want hoe verder je komt in elke etage van het hotel, hoe meer van dit soort personages je tegen gaat komen. Dus wat ik me bedenk is dat elk etage zijn eigen speciale spook hebt waarmee je in contact komt. En dan uiteindelijk waarschijnlijk de final boss is van die etage. Wat mij cool lijkt... In ieder geval, het is gewoon mooi dat dit terug is. Want dat was een ding wat Luigi's Mansion 2 heel erg miste. En dat is gewoon de speciale personages. De echte unieke personages in Luigi's Mansion 2. Waar het gewoon stel spoken die een beetje expressief waren. Ja, maar gewoon spoken die je overal tegenkwam. En het miste gewoon die speciale personages. De enige echte personages waren Igat, Luigi en Mario. En Mario was niet eens voor het grootste deel in de game, joh. Rare man. En wat ik ook leuk vind aan Luigi's Mansion 3 is dat het er eindelijk veel beter uitziet. Bij de originele trailer maakte ik me heel erg zorgen dat dit gewoon wat meer een budget game ging worden van Nintendo. Die toch gewoon weer €60 is, joh, want waarom niet? Maar in ieder geval, het zag er niet echt helemaal polished uit, weet je. Het zag er nog een beetje basic uit, niet veel lighting. En toen kwam opeens de hele direct trailer van Luigi's Mansion 3, waarbij ze nog meer van lieten zien. De tweede trailer. En het zag opeens veel beter uit. Er zit zoveel texture meer in. Er zit zoveel meer detail in de game. En het ziet er echt uit als een home console HD Luigi's Mansion game. En ik hou ervan. Luigi verdient het om zo'n soort game te hebben. Oh god, ik kan er niet op wachten. Dus in ieder geval, Luigi's Mansion 3 lijkt gewoon een hele leuke singleplayer te worden. Ik bedoel, het is wel een game gebaseerd op multiplayer, soort van. Want je hebt Luigi en je kan gewoon een Joy-Con geven aan iemand. En dan kan die Luigi spelen. Ik hoop niet dat dat te veel een te groot deel is van de game. Weet je wel, dat het eigenlijk gewoon een multiplayer game is. Die je in je eentje kan spelen. Want dat betekent dat je de hele tijd moet wisselen tussen Luigi en Luigi. Ik wil dat dit een echte singleplayer game is, weet je wel. Ik wil dat dit een game is die ik helemaal prima zo lekker in mijn uppie kan spelen. Want ik heb geen vrienden. Maar het lijkt gelukkig wel echt een hele leuke game te worden. Ik kan niet wachten totdat hij uitkomt. Hij komt echt, het duurt niet zo heel erg lang meer voordat hij uitkomt. Oktober is niet zo heel erg ver weg, dus ik kan niet wachten. En ik wil graag weten wat jullie ervan denken. Wat denken jullie van Luigi's Mansion 3? Kunnen jullie er niet op wachten? Waar kijken jullie het meest naar uit? Wat vinden jullie over het algemeen van Luigi's Mansion? Ik wil het graag weten, dus laat het me weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!